hou je van Halloween? At Disney Junior hebben we een heleboel manieren om dit te vieren. En vandaag gaan we ze allemaal ontdekken met een aantal spelletjes die je de stuip op het lijf jagen. Laten we kijken of je een echte expert bent met snoep of je leven. Of moet je nog heel veel hierover leren? Ben jij klaar voor een spannend avontuur? In dit magische kasteel hebben Mickey en zijn vriendjes zich voorbereid op een spel vol magie. Mickey verstopt een pompoen vol met snoepjes achter een van de deuren. En het is onze missie om deze te vinden. Makkelijk, toch? Niet helemaal. Want in dit kasteel bewegen de deuren en moeten we erg voorzichtig zijn om niet door de verkeerde te gaan. Of anders ontdekken we misschien wel een enge verrassing. Laten we beginnen. Onthoud, verlies de deur met de pompoen niet uit het oog. Eens kijken. Heb u de deur kunnen volgen? Wat is de juiste? Staat het achter de tweede deur? Ik denk het niet. Want dat zijn een paar hele kleine schoenen. Laten we die maar sluiten. Zullen we de derde deur proberen? Goed zo! Ja, daar is de pompoen. Maar dit was een makkie. Laten we nu proberen met nog twee deuren erbij. Let heel goed op, want het wordt nu moeilijker. Ik weet nu niet waar die is. Zullen we de eerste proberen? Dat was eng, zeg. We moeten beter ons best doen. Zou het de derde deur zijn? Opletten. Wauw, het is Funny, verkleed als een pompoen. Funny is zo grappig. Zou het de laatste deur kunnen zijn? Daar is hij. Het is een hele zoete en grappige pompoen. Om te delen met al je vriendjes. Geweldig. Nu gaan we spelen met Bingo en Ronnie. En wat vinden de puppyvriendjes het leukste aan Halloween? Oh. Dat is een makkie. Mooie kostuums. Yeah. Dus laten we rondzoeken naar een geweldig Halloween kostuum voor Bingo en Ronnie. Eens kijken. Ronnie houdt van originele en heel grappige kostuums. Wat denk je van die pruik met toga? Nu lijkt hij op een rechter. Maar rechters zijn erg serieus. Misschien is een piraat iets voor hem. Een piratenpuppy, super grappig. Maar kunnen we een kostuum vinden dat meer past bij Halloween? Zullen we een pompoen proberen? Het is erg leuk en het past heel goed bij Halloween. De prijs gaat naar Rolly. En nu Bingo. Bingo houdt van spookachtige kostuums. Wow. We moeten een kostuum vinden dat heel erg spannend is. Zullen we hem een donkere bril en gitaar geven? Nee. En een olifant dan? Dat is helemaal niet eng. En dat skelettenkostuum? Wauw, een bingo-skelet. Cool, nu kunnen we naar buiten en plezier beleven. Super. Nu is het tijd om de stad te redden met de pyjama-helden. Romeo is erg stout geweest en gaat door de stad om iedereen bang te maken. Hij zaait angst met zijn nieuwe wapen. We hebben je hulp nodig om Romeo te laten schrikken en de stad te redden. Een van onze helden moet hem afleiden door over hem heen te vliegen. De ander moet zijn onzichtbaarheidskracht gebruiken om hem af te schrikken. En de laatste moet snel zijn met het pakken van zijn wapen. Kun je ons helpen wie wie is? Laten we kijken. Wie van onze helden kan vliegen? Gekko? Nee, Gekko heeft geen vleugels. Olet? Gekko! Natuurlijk is zij het. Olet vliegt beter dan wie dan ook en zal hem afleiden. Wie van onze helden kan onzichtbaar worden? Catboy? Nee. Die krachtige onzichtbare huid, die hoort bij... Gekko! Romeo zal zich doodschrikken. En niemand zal zijn wapen sneller grijpen dan... Catboy! Goed gedaan, pyjama-helden. Het was een dag vol spookachtig plezier. We gingen de pompoen zoeken met Mickey en zijn vriendjes. We gingen ons verkleden voor Halloween met Bingo en Rolly. En we hebben de stad gered met de pyjama-helden door de slechterikken te laten schrikken. Fijne Halloween! Abonneer je voor nog meer leuke video's. En kijk naar Disney Junior voor je favoriete series.